Twee basisscholen in Groningen-Zuid en één in Haren zijn sinds gisteren een excellente school, heeft het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. Oké, super. Mooi. Nou hebben we hier geheimschrift. Dan gaan we kijken welke woordjes in staan. Hier wordt het beste uit kinderen gehaald. Dat vindt de jury die de Joseph Haydn school in de stad het predicaat excellente school geeft. In Nederland hebben 31 basisscholen nu deze onderscheiding. Drie daarvan in onze provincie. Behalve de Haydnschool zijn dat de Groningse schoolvereniging 100 meter verderop en de Nicolaaschool in Haren. De Haydnschool denkt dat het predicaat in de wacht is gesleept door les te geven volgens het motto goed in de basis, breed in ontwikkeling. Dus je leert hier nog steeds hoe de D's en T's werken en hoe de staardelingen gaan. Dat is allemaal heel goed op orde, alle processen goed op orde. En daarbovenop zetten we dan een mooi programma in de zin van cultuur, Engels door de hele school, wetenschap en techniek. Zodat kinderen zich echt breed kunnen ontwikkelen en allemaal heel mooi kunnen presteren. Er zijn bijna 7000 basisscholen in Nederland. 107 daarvan deden mee aan de verkiezing tot excellente school. Misschien is het toeval, maar de Haydnschool, de Groningse schoolvereniging en de Nicolaaschool liggen niet bepaald in achterstandswijken. Het is de vraag of een school in bijvoorbeeld Nieuwe Pekela ook zo goed voor de dag kan komen. De staatssecretaris heeft gisteren gezegd, en dat ben ik met hem eens, iedereen kan excellente school worden. Maar er zijn natuurlijk wel de dingen die je voor elkaar moet hebben om aan de lat, zeg maar, waar langs je gelegd wordt, te kunnen voldoen. Wordt die lat dan hoger gelegd in het geval van de Haydnschool en bijvoorbeeld ook de GSV? Dat klopt. Scholen worden ook beoordeeld door de onderwijsinspectie, maar die geeft hooguit een voldoende. Nu is het dus ook excellent. Het is vooral voor ons de erkenning, het gevoel van we doen het goed en we gaan zo door. En dat geeft ook enthousiasme in je werk en dat is heel belangrijk. Ja, mooi resultaat dus voor deze drie scholen. Maar het is natuurlijk geen toeval dat ze alle drie in Groningen-Zuid en in Haren staan. Leerlingen van deze scholen zijn stuk voor stuk van hoogopgeleide ouders die hoge eisen stellen. En ik praat erover verder met Herman Gottlieb. Hij is directeur van drie scholen in Nieuwe Pekela en Drieborg. Ja, hoe groot is de kans dat een van uw scholen een excellente school wordt? Nou, die kans is nul wanneer je niet aanmeldt. Ja, want ja. Je moet je aanmelden voor zo'n wedstrijd. Je moet je inderdaad zelf aanmelden. Ja. Je moet je kandidaat stellen. En ik heb die criteria gelezen. En ik zag dat een van de eerste criteria, en dat is ook standaard verweven in het huidige beleid, dat is dat er gekeken wordt naar de scores, de hoogte van de opbrengsten. En dat die bepaald worden door de onderwijsinspectie. Nou, als er één instantie is in dit land die eigenlijk niet in staat is om op een zorgvuldige en nauwkeurige wijze de toegevoegde waarde van een school te berekenen, dan is dat de onderwijsinspectie. Ze corrigeren de instroomverschillen onvoldoende. En dan zijn er te veel factoren waar de school geen invloed op heeft, die wel bepalend zijn voor de hoogte van de score. Ja, en even in gewone mensentaal. Ze moeten meer kijken naar de leerlingen en minder naar de school. Nou, ik denk dat je inderdaad op deze manier, wat er nu gebeurt in dit land, dat er een soort race ontstaat. Wie heeft de hoogste scores? En dat dat uiteindelijk resulteert in een soort wedstrijd van hebben hoge scores en daarnaast doen we ook dingen goed, want ik wil de scholen feliciteren. Deze drie scholen leveren een uitstekend onderwijs. Ja. Alleen ik durf te beweren dat van de pakweg 250 scholen in deze provincie er misschien nog wel 235 excellent zijn. Alleen deze scholen, dan op een andere manier. Alleen deze scholen hebben ook gedacht van, moeten wij inderdaad daar onze tijd en energie aan besteden, of kunnen we die beter besteden aan onze leerlingen? Ja, want die scholen, laten we duidelijk zijn, zij leggen de lat zo hoog mogelijk. Ja, maar dat doet feitelijk elke leerkracht. En ik ken alleen maar leerkrachten die met passie en enthousiasme met kinderen bezig zijn. En die leggen stuk voor stuk leggen ze de lat hoog. Alleen er zijn bepaalde categorieën kinderen waarbij de instructiebehoeften, maar ook de begeleiding en de oefening veel en veel meer tijd en aandacht vraagt van leerkrachten. Ja, vindt u eigenlijk dan? Ja? Heb je ook wat minder tijd natuurlijk voor wat je op zich belangrijke dingen zijn, maar waar je gewoon niet aan toe komt, omdat je die tijd nodig hebt voor de basiszaken op een school. Ja, dus wat dat betreft is een beetje appels met peren vergelijken misschien. Ik denk dat we van dat hele opbrengstgedoe en van dat meten, van het is feitelijk de keerzijde van de medaille die we hebben gezien. De overheid heeft het afgelopen 10 jaar met heel veel chagrijn naar het onderwijs gekeken. Als je de kranten las, zou je denken van dat basisonderwijs in Nederland, dat is slecht. Nou, omgekeerd is het geval. Het basisonderwijs in Nederland is uitstekend. Al decennia. En dat er nu steeds geroepen wordt van die lat moet hoger. Ja, dat doen we. We halen uit kinderen wat erin zit.
Maar uiteindelijk kun je die lat wel steeds hoger leggen. Maar het gevolg is dat er steeds meer kinderen onderdoor duiken, ja, dan wel opgejaagd worden. Even heel kort, bent u helemaal tegen het meten van de prestaties? Of zegt u, nou, het zou gewoon anders gemeten moeten worden? Ik vind de toetsen uitstekend wanneer ze gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld. En dat is dat je binnen de school bekijkt van wat is de onderwijsbehoefte? Is mijn onderwijs succesvol geweest? Moet ik iets veranderen in mijn aanpak of in het aanbod? Natuurlijk, niets tegen toetsen. Wel gewoon kritisch blijven maar kijken. Misbruik van dit soort gegevens, nee, moet je niet doen. En dit soort wedstrijdjes. We hebben de banken gezien, wedstrijdjes van wie verkoopt de meeste hypotheken, wie krijgt de hoogste bonus. Uiteindelijk valt de hele zaak in elkaar. Het nadeel van dat steeds maar in dit soort situaties streven naar hoge scores betekent dat scholen daar heel veel aandacht aan gaan besteden. Ja. Waardoor ze heel veel andere dingen niet meer doen. En dat betekent uitholling van binnenuit. En dat betekent het einde van goed onderwijs. Goed, dank u wel, meneer Gottlieb. Graag gedaan.